season. Or some holiday season, hopefully kind of soon. You know how video games are. Na veel uitstel is hij dan bijna daar, hopen we. South Park The Stick of Truth. Maar laten we eerst gaan kijken wat we nou precies moeten doen bij deze game. There it is. The Inn of the Giggling Donkey. South Park The Stick of Truth is een RPG gebaseerd op de bekende animatieserie South Park. In de game kruip jij als speler in de rol van The New Kid, die zo net naar het dorp is toeverhuisd. Aan jou om de Stick of Truth te vinden, om zo de balans in het dorp terug te brengen. They took Princess Keeny. They took her upstairs. I'm sure they're gonna rape her. Don't let them rape Princess Keeny. Nee. De liefhebbers van South Park hebben de overeenkomst waarschijnlijk al gezien. Deze game gaat namelijk verder waar seizoen 17 is geëindigd. In deze RPG creëer je eigen personage en sluit je aan bij de jongens. Butters, douchebag, go down and flush him out. Princess Keeny and I will be waiting here to murder him. Remember, the bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. De game is een RPG in haar puurste vorm. Nadat jij een personage hebt aangemaakt, trek jij erop uit in het dorp. Tijdens je avontuur kom je niet alleen oude bekenden tegen die je helpen in je zoektocht naar The Stick of Truth, maar ook volk die je proberen te dwarsbomen. Deze tegenstanders ga je te lijf met spreuken en andere vechttechnieken. En dit gebeurt allemaal volledig in de stijl en humor die we gewend zijn van South Park. Now just by cup of spell. South Park The Stick of Truth is vanaf 7 maart beschikbaar voor de Xbox 360, PlayStation 3 en de PC. Natuurlijk kom ik er tegen die tijd nog op terug. Oh my god, you killed Kenny and oh my god, South Park The Stick of Truth is going to kill me. Dit spel is zo ontzettend grappig, de onderbroekenlol is gewoon weer terug. Iedereen gaat echt in de scheur liggen. Tenzij je bij die ene procent hoort die niet van South Park houdt natuurlijk.